Er was eens een molenaar, wiens enige nalatenschap aan zijn zonen bestond uit zijn molen, zijn ezel en zijn kat. De verdeling was snel gemaakt. Ze huurden geen notaris, advocaat in, want die zouden het schadelijke erfgoed toch maar hebben opgesmokkeld. De oudste zoon kreeg de molen, de middelste de ezel en voor de jongste bleef enkel nog de kat. Arme jongeman was ontroostbaar, omdat hij er zo verkeerd vanaf kwam.
waar hij een diepe buiging maakte en sprak: Sire, ik kom u een konijn aanbieden in opdracht van de markies van Carabas. Want zo luidde de naam die hij voor zijn meester verzonnen had. De koning antwoordde: Zorg een meester dat ik het dank en dat hij mij met een geschenk een groot genoegen heeft gedaan.
terwijl zijn meester aan het baden was, bandieten zijn kleren hadden gestolen. Koning gaf zijn dienaren onmiddellijk het bevel om voor de markies van Carabas een van zijn mooiste kostuums op te halen.
zeer verheugd. Thank you.
de koning, die het schitterende kasteel van de reus was genaderd, dat hij het wilde bezichtigen. Toen de kat het ratelen van de koets weer op de ophalen hoorde, liep hij vlug naar beneden en zei tegen de